Goedemorgen, broeders en zusters. Als u plaats in gaat nemen, dan gaan we vast met de voorzang beginnen. Ter voorbereiding van onze samenkomst. En dat wil ik doen met lied 365. 365. Neem mijn leven, zij altijd, u, o Heiland, toegewijd. Neem mijn tijd, dat ik elke dag u aanhoudend loven mag. Neem mijn handen en bestuur, al hun haden, daden vuur naar u. Neem mijn voeten, zend ze je Heer in uw dienst uit altijd weer. Lied 365. Zingen is 186. 186. Leven is trekken door de woestijn, zwoegen door zand en in de zon. Zielen die welhaast uitgeput zijn, smeken, o laaf mij aan de bron. De bron is diep en wie, o wie, die levenswater mij schenkt. Mijn ziel verdorsmacht. En niemand met het water des levens drinkt tot Jezus komt die zijn nood verstaat. Niemand dan Hij is tot hulp in staat, is het geloof, vindt nader inderdaad het water des levens in Hem.
Welkom, welkom u hier in de zaal. Welkom die later zal luisteren. Ik geef u enkele aankondigingen. Morgenavond is er Woman Only. Ze gaan een leuk spelletje spelen, dus u bent als dame, als zuster, bent u welkom, Woman Only. Volgende week, 2:00, dan gaan we met z'n allen, hoop ik, naar de Graafhorst. En ik had eens verzocht aan degene die een tamboerijn bespelen om zich bij Laura te melden. En ik heb begrepen dat ze volgende week na de samenkomst voor de koffie even een repetitie willen houden. Dus dan bent u uitgenodigd om u even bij Laura te melden en dan mee te doen met de tamboerijnen. Eigenlijk had Dickie ook nog wel een leuke suggestie. De tamboerijnen zijn natuurlijk iets vanuit het verleden. De Graafhorst wonen mensen die dat verleden goed kennen. Dickie had het erover, is het misschien ook mooi om onze kaphoed erbij te dragen. Dus voel u vrij. U bent vrij om uw kaphoed te dragen. Zijn we niet meer gewend, hè? Nee. De bloemen gaan vanmorgen mee met Tini. De bloemetjes mag jij straks meenemen. Volgende week staat de dienst onder leiding van Daan van Vuren. En nu gaan we luisteren naar Ruud, wat hij ons in Gods naam mag vertellen. Als je de klemtoon een beetje anders legt, klinkt dat heel vreemd. Maar mensen beginnen een beetje te gniffelen. Mensen, van harte welkom deze ochtend. U bent van mij gewend dat ik het muzikale gedeelte altijd ook zo volledig mogelijk probeer te doen. Dus ik loop wat heen en weer. Dat is kost misschien even een paar seconden. Ik vind het altijd wel fijner dat je de begeleiding zo... ik ben een muziekman, dus dat wil ik dan een beetje in orde hebben. Dus dat even vooraf. We beginnen met een Bijbelvers. Uit Efeze. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de geest u vervullen. En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met heel hart voor de Heer en dank God uw Vader altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. We gaan straks ook verder met Efeze, maar eerst gaan we maar doen wat hier staat. We gaan met elkaar zingen en jubelen. Ere zij aan God de Vader, de 4 coupletten van lied 7. Thank you.
Een ander prachtig lied, wat we met elkaar gaan zingen. We gaan dat ook zingen in gebed. Is lied 33, Mijn Jezus, ik houd van u. Ik gebruik dit lied om u af te stemmen op God. Om hem te zoeken in de woorden van het lied. Misschien in de woorden van een gebed in uw hart. En tussen de coupletten door laten we de eerste twee coupletten zingen. Dan iemand die met ons bidt, derde couplet. En dan misschien nog iemand die met ons bidt. En dan sluiten we af met het laatste couplet. Wij zijn dankbaar dat we hier vanmorgen weer bij elkaar kunnen zijn, in vrijheid. En wij bidden u, Heer, kom met uw geest. En laat het zo zijn, Heer, dat wij vervuld worden door die geest. En Heer, ik bid u ook voor mensen die hier nu niet zijn en later zullen luisteren. Maar ik bid u ook voor mensen die hier niet zijn en niet zullen luisteren, want wilt u ook hun aanraken. Vader, er is gebeden voor uw nood in de wereld. Er gebeurt zoveel. Heer, geef toch rust in onze harten en laat de vraagstukken, ja, ook al zijn ze onbeantwoord, toch berusten. En geef ons, Heer, vrede in het hart om door te gaan, vol te houden. Vader, ik vraag u ontferming voor ons allen. Zegen ons, Heer, en geef ons een heerlijke morgen te ervaren. In Jezus' naam. Amen.
zegen ons zo deze ochtend, Heer, raak ons aan en kom met uw geest. In Jezus' naam. Amen. We zingen nog lied 4 met elkaar. Breng hem eer en zing en verhoog de naam van Jezus, maak hem groot, kom en aanbid uw koning en Heer. Spelen. En ik dacht aan lied 193, waarvan we de melodie zullen spelen. Ons hart zingt met blijdschap een lied van vrede die Christus ons biedt. En blijft zelfs bij zorg of verdriet, die vrede is gave van God. Vrede is gave. Ergens hulp bij krijgt. Ik moet zeggen, ik kan niet alles zelf. Dus ik schakel ook wel eens iemand in. En denk er eens over na of die hulp dan
superieur is aan u. Of iemand dan boven u staat. Of helpt u zelf ook wel eens iemand anders? Is er misschien eerder sprake van vriendschap of verbondenheid? Misschien niet helemaal hetzelfde, maar zoals God met ons verbonden is en ook God een hulp voor ons is. God helpt ons uit liefde. Bij Adam en Eva wordt ook gesproken over een hulp. Adam betekent letterlijk mens. En mens voelde zich alleen. En mens had hulp nodig. Zo hebben wij ook elkaar nodig. Elkaar is een belangrijk woord in de Bijbel. Soms is de een beter in iets en helpt de ander. Soms is de ander wat beter in iets. En vandaag gaan we naar een elkaartekst kijken uit de Bijbel. Een tekst die misschien voor wat onduidelijkheid zorgt. En ik ga proberen daar wat op in te zoomen. Daarnaast heet het vandaag ook ziekenzondag. En kunnen we ook op die manier iets voor elkaar betekenen. En daar gaat Tally straks een blokje mee doen. En zo doen wij het ook met elkaar. Over ziekenzondag gesproken. Ik ben ook blij, Ineke, om jou weer te zien in ons midden. Want je hebt ook wel even wat voor je kiezen gehad. En het is fijn dat je weer bij ons kan zijn. We zingen nog een lied, 207. Het gaat ook over elkaar. Wij zoeken samen dezelfde heiland, wij zoeken samen dezelfde kracht, ontmoeten samen dezelfde vader die vol van liefde op ieder wacht. Thank you.
voor wat u in deze hebt gedaan. Dank je wel voor je pianospel. Ik lees voor u enkele teksten uit Matteüs 25 vanaf vers 36. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij u gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn wij naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden: Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Ziekenzondag. En dat willen we een beetje uitbreiden naar ook onze ouderen, maar misschien ook onze zwakkeren. Want aandacht geven aan elkaar is het allerbelangrijkste. En daarom vandaag staat hier de offerschaal. Vorige week hebben we daar onze gaven ingegeven voor de IOS. En vandaag mag u daar een kaart uitpakken. Een adres staat erop. Maar u mag uw naam erin zetten, wat niet verplicht is. Maar u mag er wel een groet in zetten. Of iets waarmee u degene die u het stuurt wilt bemoedigen. Aandacht aan elkaar is aandacht aan God geven. Want God dienen, of mensen dienen, is God dienen. Ruud gaat zo dadelijk een melodie op de piano spelen. En in die tijd nodig ik u uit om één of meerdere kaarten, want ik hoop dat de schaal leeg gaat, zodat we iemand een bemoediging kunnen en mogen sturen. Ik zou zeggen, Ruud, speel. En ook jullie, kom en haal een kaart uit de offerschaal. Thank you.
zingen een koor met elkaar, wandelt in het licht van Gods liefde. En dan is er gelegenheid voor iemand van u om een woord van getuigenis te spreken. Neem jullie even mee naar gisteren. We zijn gisteren in Belmond geweest. En jammer met z'n drietjes. Eind liep wat minder af voor Marty, maar goed. S'middag hadden we twee workshops. En dan ging het, eentje zijn we heen geweest en dan ging het naar eenzaamheid. En ik denk, dat sluit wel mooi aan bij vandaag. Er werd een verhaal verteld van twee zussen. De ene, ze kwamen alle twee in het korps en de ene die overroelde eigenlijk de andere, waardoor de andere eigenlijk thuis bleef. Toen dacht ik, gebeurt bij ons eigenlijk ook wel. Want soms, als ik zo om ons heen kijk, mis ik heel wat en eigenlijk de jongeren. Ik ben blij met Jelle. Gaat er net eentje naar achteren. Maar de jongeren zijn er niet meer. Ja, Rivka, sorry, tuurlijk. Ja, jij bent ook wel zo, hè? Sorry. Maar, Mere zit wel in Dordt, maar in Rotterdam. Maar ik denk, die moeten wij ook niet vergeten. De schaal is leeg. Ik zag dat er wat lege kaarten waren. Misschien die lege kaarten om dan juist... Misschien naar die jongeren te doen. We hadden ook in begin, dat was volgens mij in de stille week, hadden we in een korps, hadden ze de namen onder de zolen geschreven. Ook jongeren en ouderen. Jongeren deden dat bij het ouderen. En je moest zo lang bidden voor degene waar je een... de naam van onder had geschreven. Ik denk, misschien kunnen we dat ook wel doen met die kaart. Niet zolang dat wij die niet besturen, maar laten we wat meer inderdaad ook naar elkaar omkijken. En ik ben misschien nu weer een beetje een doordraven, maar voor elkaar blijven nadenken, blijven bidden, blijven zorgen. Ik denk, dat moeten we zeker doen. Sluit goed aan bij het thema hoor. Elkaar voor elkaar zorgen. Voor elkaar zijn. Zullen we het koor nog een keer zingen? Niet alles zelf kan, maar hulp nodig heeft. Ik heb ook wel eens hulp nodig. En soms komen dingen, wat uit het gebed ook kwam van Johan, er gebeurt heel veel in de wereld. Er gebeurt heel veel, ook in Dordrecht, waar we geen grip op hebben, waar we zo graag iets aan zouden willen doen. En dan krijg ik het weer tijdens het spelen van het koor in tijdens... collecte. De eerste zin
die ik hoorde. Ik wist de woorden niet eens. En ik kwam zo'n emotie binnen. En de enige woorden die ik me herinner waren: hij stilt de woeste zee. En daar geloof ik in. En dat heb ik ervaren in mijn leven. En daarom ontroert het me zo. Ook al maak ik fouten. Al is er soms van binnen bij mij ook een woeste zee. God is daar vrede te geven. Sorry voor het. Voor dit. Je hoeft je niet te schamen als je geraakt wordt door iets wat God vandaag in ons midden geeft. Daar geloof ik van. Eén. Ik ga met u uit de Bijbel verder lezen. Uit het gedeelte waar we daarnet gestopt zijn. Efeze 5 vanaf vers 21. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer. Want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk. Het lichaam dat hij gered heeft. En dan zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk. Want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot en ik betrek het op Christus en de kerk. Maar ook van elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf. En dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit het ontzag voor de Heer, want zo hoort het. Toon eerbied voor uw vader en moeder. Dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is. Dan zal het u goed gaan en u zult lang leven op aarde. Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid. Niet met uiterlijk vertoon om bij mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus, die van harte alles doen wat God wil. Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen. Meesters, behandel uw slaven op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege, want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben en dat hij geen onderscheid maakt. Voordat we eens gaan kijken wat we daar nou toch ooit mee moeten, gaan we lied 392 met elkaar zingen, bouwen aan een nieuw bestaan. Thank you.
Mijn oma zei vroeger altijd: de man is het hoofd van het gezin en de vrouw is het nekkie waar alles om draait. Vroeger stond dat ook in de Nederlandse wet, een artikel wat in 1969 is afgeschaft, dat de man het hoofd is van het gezin. Maar hoe zit dat in de Bijbel? En wat moeten we met zo'n gedeelte wat we nou net gelezen hebben? Hoofd van het gezin, priester van het gezin, die woorden komen niet voor in verband met de echtgenoot in de Bijbel. Laten we daar in ieder geval duidelijk over zijn. We gaan even terug naar het Efeze, dus de brief aan de Efeziërs die we gelezen hebben. Het Efeze van de klassieke oudheid. En een bekend gegeven in de oudheid waren de huistafels of de huishoudcodes. Het waren opgeschreven regels door Griekse filosofen en daarin werden instructies gegeven voor het besturen van het huishouden. En hier werd in de Grieks-Romeinse samenleving heel veel waarde aan gehecht. We gaan even naar een van die Grieken kijken. Arius Didymus, die een samenvatting geeft van Aristoteles. En die zegt: een man heeft van nature het bestuur van zijn gezin, want het redeneervermogen van een vrouw is minder waardig, bij kinderen is het nog niet aanwezig en bij slaven ontbreekt het volkomen. Nou, daar kunnen we het mee doen. Laten we blij zijn dat dat niet in de Bijbel staat. Het zijn de oude Grieken die zo dachten. En dat is natuurlijk wel de cultuur waar Paulus hier in schrijft en Efeziërs die hij adresseert. In de huistafels werd één persoon aangesproken, de pater familias, de vader van de familie. Eén persoon en zijn relatie met zijn vrouw, met zijn kinderen en met zijn slaven. En dat is dus ook de achtergrond van dat gelezen Bijbelgedeelte. Even een vraag voor u, steek even vingers op. Wie van u heeft er slaven? Nee. Nee. Dat zou ook wel een probleem zijn in deze tijd. Hoewel we niet moeten uitwissen dat mensenhandel die waar we van horen nog steeds voorkomt. Dus laten we er ook niet te lichtvaardig over doen. Maar rond het jaar 1000 was de slavernij in Europa nagenoeg afgeschaft. Op grond van christelijke principes. Naastenliefde. Helaas, in de eeuwen daarna is de slavernij weer ingevoerd. Want dat waren toch maar zwarten uit Afrika. Maar ook dat hebben we gelukkig afgeschaft. Maar laten we wel wezen, Paulus geeft hier praktische aanwijzingen voor het houden van slaven. En ja, dat kunnen we niet zonder meer overplaatsen in onze eigen situatie. Dat zou vreemd zijn. En er is nog iets opvallends in wat Paulus schrijft, in tegenstelling tot de oude Grieken. Paulus geeft niet alleen aanwijzingen voor de huisvader. Misschien is het u opgevallen. Paulus adresseert ook de vrouw. Hij adresseert ook de kinderen. En zelfs de slaven krijgen ook instructie van Paulus. En dat was bij de Grieken dus niet zo. Daar werd alleen maar naar die man gesproken. Daar dachten ze niet eens over na, denk ik. Maar waar gaat het hier nou om? Wat doet Paulus hierna? Ik wil met u naar twee dingen kijken. Naar hoofdschap en naar onderdanigheid. Laten we het eerst eens hebben over hoofdschap. De man is het hoofd van de vrouw. Hoe zit het daarmee? Nou, hoofd heeft in onze Nederlandse taal twee betekenissen. Letterlijk, gewoon de bovenkant van je lichaam. Je weet wel, met je ogen, oren, neus en mond. Knie en teen niet, dat is een ander deel. Hersenen. En figuurlijk, het hoofd noemen we ook iemand die de leiding heeft van een onderdeel of van een organisatie. We kunnen duidelijk vaststellen dat die eerste betekenis niet aan de orde is. De man is niet het bovenste deel van een vrouwenlichaam.
Dus er is een figuurlijke betekenis hier in, aanwezig. Maar het is wel geschreven in een andere taal dan het Nederlands. En we kunnen ons afvragen, is die figuurlijke betekenis in het Grieks en het Nederlands hetzelfde? En daarvoor kunnen we kijken naar het Oude Testament. Want daar wordt het woord hoofd ook gebruikt. En het wordt ook gebruikt voor leidinggevende. En ongeveer 200 voor Christus is het Oude Testament vertaald naar het Grieks. De Septuaginta. En de Septuaginta is een vrij letterlijke vertaling. Dus het zou logisch zijn om voor het woord hoofd ook het woord hoofd te laten staan. Opvallend is dat is in die vertaling toch bijna altijd gekozen is voor een ander woord. Niet het woord hoofd als er leidinggever wordt bedoeld. En hoofd, is de voorzichtige conclusie, heeft in de klassieke Griekse taal ook niet de betekenis van autoriteit. Maar meer als bron, basis of afkomst. Over Christus wordt ook als hoofd gesproken. Er wordt gezegd dat hij het lichaam, de kerk, gered heeft. Er wordt gezegd dat hij als hoofd de kerk heeft liefgehad. Er wordt gezegd dat hij als hoofd zich voor ons heeft prijsgegeven. En hij heiligt en reinigt ons. Het hoofd van waaruit God het hele lichaam ondersteunt en doet groeien. En we zien hier een soort betekenis van hoofd die Christus bedoelt als bron van leven. Degene uit wie redding, heil en leven voortkomen. De betekenis leidinggevende zit niet zozeer in dat woord hoofd. En natuurlijk geeft Christus leiding aan de kerk. Maar daar worden dan andere woorden voor gebruikt. Bijvoorbeeld, Jezus is Heer. Uiteindelijk lijkt Paulus aan te sluiten bij de huistafels die in zijn cultuur zo belangrijk waren. De man geeft leiding aan vrouw, kinderen en slaven. Maar ondertussen, die huistafels adresserende, geeft hij er een heel andere invulling aan. Heb lief, geef jezelf prijs, voed en verzorg, wees een bron van leven. En eigenlijk in feite voor alle partijen, man, vrouw, kinderen en slaven. Een ander woord, wat in de Nieuwe Bijbelvertaling niet zo heel erg naar voren komt, maar wat wel het gebruikte woord hier is, er wordt gesproken over gezag, maar dat is het woord onderdanigheid. De NBV spreekt over het aanvaarden van gezag, omdat er gezocht is naar een eigentijdse vertaling van het woord onderdanig. Ja, we horen dat niet zoveel meer. Maar in de NBG-vertaling staat: wees elkander onderdanig in de vrezen van Christus. Vrouwen, wees aan uw man onderdanig als aan de Heere. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijn gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Vrouwen, wees onderdanig aan uw man. Wees aan uw man onderdanig als aan de Heere. In deze tekst, waar dus in de vertaling het woord onderdanig staat, komt dat woord in de meeste handschriften niet voor. Het woord wordt eigenlijk geleend uit de vorige tekst. Er staat in het Grieks zoiets als: wees elkander onderdanig in de vrezen van Christus, vrouwen aan hun man als aan de Heere. Het lijkt alsof Paulus in een stuk over gemeenschappelijke geloofsbeleving, u weet wel waar we mee begonnen, helemaal aan het begin van de dienst, met liederen, hymnen, psalmen, lofzangen. Alsof Paulus in een stuk over gemeenschappelijke geloofsbeleving ineens moet denken aan de toepassing van een van die principes, namelijk het principe van de onderdanigheid. En hij noemt die dan in het gezinsleven. We hebben gelezen: word vervuld met de geest en spreek onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zingt en jubelt de Heere van harte. Dank te alle tijden in de naam van onze Heer Jezus Christus, God de Vader, voor alles. En wees elkander onderdanig in de vrezen van Christus. Het lijkt of hij denkt: nu ik het toch over onderdanigheid heb, wees elkander onderdanig in de vrezen van Christus.
vrouwen aan hun man als aan de heren. En vervolgens volgt een heel betoog naar aanleiding van de huistafels uit de Griekse cultuur. Een betoog waarin hij aangeeft hoe alle partijen onderdanig kunnen zijn. Want daar begon hij immers mee. De kern was, wees elkander onderdanig. Paulus geeft hier dus een voorbeeld, de praktische uitwerking van onderdanigheid in zijn tijd en cultuur. De uitwerking moeten we dus lezen als, op welke manier kon in die tijd de vrouw onderdanig zijn aan haar man? Op welke manier kon de man onderdanig zijn aan zijn vrouw? Hoe kunnen kinderen onderdanig zijn aan hun ouders? Hoe kunnen ouders onderdanig zijn aan hun kinderen? Of misschien ziet hij dat liever als hen dienen. En hoe werkt onderdanigheid van slaven eigenlijk? En hoe kan de onderdanigheid van meesters uitgewerkt worden? Wel een heel revolutionair idee in die tijd, de onderdanigheid van meesters. Heel opvallend is dat Paulus tegen de slaveneigenaar zegt dat hij zijn slaven goed moet behandelen, omdat God geen onderscheid maakt. De oude vertaling zegt, bij hem is geen aanziens des persoons. Dat is een boude uitspraak in die tijd. We kunnen het wel over meesters en slaven hebben, maar denk erom, God maakt geen onderscheid. Oké, dat in het Griekse Efeze. Maar wat moeten wij hier dan mee in onze tijd? Nou, in ieder geval niet straks naar de markt gaan en slaven gaan kopen om leiding aan te geven. Een belangrijk principe voor de volgeling van Jezus is onderdanigheid. En dan kom ik bij dat elkander wederzijdse onderdanigheid. Ons dienstbaar opstellen naar elkaar. De ander liefhebben als jezelf. Het is niet altijd makkelijk als die ander een heel ander karakter heeft of hele andere gedachten, soms ook miscommunicatie. Een ander vorm van onderdanigheid is misschien de mening en de bijdrage van een ander serieus nemen. Een ander respecteren. Jezelf niet superieur vinden. Superieur van meer waarde of van hoger waarde. Nou, dat superieur vinden, dat is misschien wel de basis van roddel. Want die ander is toch wel heel stompzinnig in zijn of haar gedrag. Zoiets zou ik nooit doen, dus ik ben beter. Tot slot nog een citaat. Het onderwerp is het huwelijk, maar ik denk dat het toepasbaar is op allerlei menselijke relaties. In zijn betoog over instructies aan mannen en vrouwen herinnert de apostel Paulus hen eraan dat alle volgelingen van Jezus zich aan elkaar moeten onderwerpen. Ongeacht sociale status, geslacht of ras. Dus echtgenoten moeten elkaar onderdanig zijn. Terwijl huwelijken die onder de vloek gekarakteriseerd dreigen te worden door machtsspelletjes, waarbij partners elkaar proberen te overheersen en te controleren, moeten huwelijken van het koninkrijk gekenmerkt worden door het tegenovergestelde te doen. Mannen en vrouwen moeten zich aan elkaar onderwerpen. Een huwelijk kan het koninkrijk van God in zoverre reflecteren als mannen en vrouwen Christus gelijkvormig zijn voor elkaar. En pas dat ook maar toe op de gemeente, de manier waarop we elkaar in de gemeente dienen. Of proberen we door machtsspelletjes elkaar te overheersen, of proberen we het beste de ander toe te wensen en in de ander naar boven te halen. En toen kwam ik bij een lied wat we net bij de enveloppen ook al gehoord hebben, lied 375. Te zijn als Jezus, die hoop vervult mijn hart. In woord en daad steeds weer, dat is wat ik begeer. Te zijn als Jezus, die hoop vervult mijn hart. Zijn geest die helpt mij.
te zijn als Hij. Als u zegt, ik wil God zoeken. Misschien om moeilijkheden in uw leven. Of misschien om juist wel in antwoord op waar we het over gehad hebben, meer vorm te geven aan respect en liefde voor de mensen om u heen in uw leven. Kniel dan neer. De uitnodiging is er. Er wordt spaarzaam gebruik van gemaakt tegenwoordig, maar het gebeurt wel. Zoek God. Niet omdat hij niet ergens anders te vinden is, maar omdat het letterlijk een stap maken is. Opstaan vanuit je stoel, een stap maken in je leven, een stap maken. En als je wil, dan kan er iemand bij je komen om met je te bidden, maar dat wordt gevraagd of je dat wilt. Je mag ook zelf bidden. Laten we dit lied zingen, dan een moment stil zijn en daarna zingen we het nog. Terwijl die gebeden wordt, zoeken we lied 354 op. Waarin we bidden dat we Gods weg zullen gaan. Kom Geest des Heren, raak mij zo aan dat ik als Christus Gods weg zal gaan. Daar zijn we mee begonnen, deze dienst, in de tekst. Bedrink u niet, maar laat de Geest u vervullen. Laat de Geest u vervullen, zodat u Gods weg kan gaan.
Onze hulp, onze kracht, onze troost. Heer, spreek er altijd terecht. Ja, we doen vaak wat fout, we vergeten vaak van God. Maar u bent in ons hart, Heer. We vragen wij, we willen wij. Daarom zoeken wij u. Maar u zoekt ons ook, Heer. Maar ja, dan hebben wij al veel bij nodig. Maar we willen u dan voor de grote liefde die u al ons getoond heeft. Uw leven gegeven voor ons, Heer. Uw leven. Voor onze redding. Red ons, ja. Laat ons voor de grote liefde geven. Voor uw redding. Voor onze heiliging. Blijf zo in ons hart. Blijf in ons. Heer, dank u wel voor ons. Ja, Heer, raak ons zo aan. Geef ons in ieder wat we gezocht hebben vanochtend. Dat we zullen ervaren dat, Heilige Geest, dat u bij ons bent. Dat u ons leidt. Dat u ons helpt over onze dingen heen waar we misschien niet zo handig in zijn. Of niet zo goed in zijn in de omgang met anderen. En help ons om gericht te zijn. Op uw liefde, het verspreiden van uw liefde en het leven in uw liefde naar elkaar toe. Wees zo met ons in Jezus' naam. Amen. Ja, dan rest ons nog het slotlied. En daarin zeggen we, God roept ons allen. Zijn werkwacht treedt dan aan. Dus laten we daarbij gaan staan voor zover mogelijk. En we zingen de eerste twee coupletten. Daarna de zegen. En daarna de laatste, de couplet. Zij voor je om je de goede weg te wijzen. De Heer zij naast je om je in je armen te sluiten
en je te beschermen. De Heer zij achter je om je te bewaren voor valsheid. De Heer zij onder je om je op te vangen als je valt. De Heer zij in je om je te troosten als je verdrietig bent. De Heer zij om je heen om je te verdedigen. De Heer zij boven je om je te zegenen. Zo zegene je de algoede God. Amen.